Goed, als je dan toch in de Hermitage bent om naar die Rubens te kijken, dan kom je ook dit beeld van Adonis tegen. En dan heel typisch, dit niet al redelijk bombastisch beeld, maar je hebt het everzwijntje dat er zo mooi naast staat en die krulletjes van hem die langzaam maar zeker zo in de wind aan het wapperen zijn. Nou, dit is dus ook een. Je kunt hem behalve dat je hem hebt in beeldhouwkunst of in schilderkunst, heb je hem ook in beeldhouwkunst. Dit is een voorbeeld. Ik moet zeggen, ik vind het niet al te mooi, maar goed. Hij moet toch af en toe eens een ander plaatje ertussen doen, ook van dingen die ik niet zo interessant vind. Voor een wat kortere passage dan de vorige screencast, hoewel de passage is niet zoveel korter, maar de screencast is hopelijk korter. Omdat hij en verhalender is en ik niet heel erg veel dingen aan grammatica uit kan leggen. Let wel op, als ik deze werkwoordsvormen bij elkaar zet en al gelijk groot maak, dus dat kan ik zien door als ik één keer die Latijnse tekst hardop doorlees, dan valt me op dat ze allemaal eindigen op iet, agnovit, flexit, vidit, desiluit, rupit, percussit, dixit. En dat geeft me al een indicatie dat ik hier allemaal met perfectum vormen te maken heb. En als ik dan let op de letters die daarvoor staan, dan is dat ook zo. Want hier heb ik een V, die normaal gesproken bij A-stammen gebruikt wordt. Hier een S, die in een C is gaan zitten, dus een X geworden is. Die normaal gesproken bij medeklinkerstammen komt. Of een stamverandering. Hij weet niet, vidivici. Of een U bij E-stammen, waarbij de E in een U veranderd wordt. Hier ook een S. Bij Dixit een S, bij Rupit een stamverandering. Dus dit zijn allemaal perfecta om de verhalende tekst te beschrijven. En zo meteen krijg je haar woorden tot hem en die staan dan weer in een andere tijd. Dat is dan meer is dan vaker dat er een tegenwoordige tijd of een futurum gebruikt wordt. Nou, in dit geval heb ik die perfecta nodig, dus ik pak agnovit, zij herkende. Ik kan nu één voor één gaan vertalen en wachten op een volgende et of een komma. Nou, wat ze herkende is een accusativus, namelijk het gemitum. Zij herkende het gezucht longe van verre. Dus van verre herkende zij het gezucht van wie morientis, van de stervende. Eén deel, meteen vertaald, niks aan de hand. Wat doet ze nog meer? Et albas flexit avis illuc. Komma. Que. Nou, et albas aves, dat zijn die zwanen. En ze boog de witte vogels daarheen. Dat is dus grijpt als het ware. Vrouw achter het stuur, zou ik een aantal van mijn collega's niet misstaan als die dat zouden zeggen. Vrouw achter het stuur, dus bocht om. Met de vleugeltjes. Nou, en dan. Utque, dat gaat wel iets verbinden, maar ik moet wel ut nog vertalen. Ut staat hier met een indicativus, dus betekent zodra. En zodra zij zag. Nou, wederom een accusativus. Maar hier heb ik in dit vers nog staat aetere ab alto, een ablativus, dus die pak ik er gelijk bij vanaf de hoge lucht, vanuit de hoge lucht. En zodra zij vanuit de hoge lucht zag. En dan is dit hele vers. Wat hier komt, leidend voorwerp. Ze zag een ex animam jactantem corpus. Nou, ex animam is ontzield, de ontzielde zag. Nou, ik vul gewoon hem aan en dan ga ik daar van alles bij zetten. Hem ontzield zag, en dat staat letterlijk, en hem slaande zag. En bij dat slaan hoort dan weer een accusativus corpus, zijn lichaam. Slaande zag. Dus ontzield en zijn lichaam slaande zag. Nou, dat lichaam dat slaande in zijn eigen bloed, in suo sanguine. Dat hadden we net al met dat tincta sua sanguine. Daar ging dat suo sanguine over dat zwijn en hier gaat het over hemzelf. En zijn lichaam slaande in zijn eigen bloed zag hij stuiptrekkend, zeg maar. Hem stuiptrekkend. Ja, alsof hij in een
Oh, ik wil het woord één keer gebruiken. Alsof hij in een anafylactische shock terecht was gekomen. Ja, en zijn lichaam slaand in zijn eigen bloedzak, stuiptrekkend in zijn eigen bloedzak. Wat deed ze toen? Toen de silhouet sprong zij ervan af. Pariterque sinum, pariterque capillos, roepiet. En, nou letterlijk, nee, eerst maar eens eventjes roepiet. Roepiet is breken en zij brak. Pariter dit en pariter dat. Nou, letterlijk staat daar, zij brak tegelijkertijd haar sinus. Haar borst, haar welving. Nu kan sinus van alles en nog wat betekenen wat met welven te maken heeft. Dus het kan betekenen een baai in de zee, waar een welving in zit. Het kan de welgevormde welvingen zijn van een vrouw, maar het kan ook de welving zijn in een gewaad. En dat wordt hier natuurlijk bedoeld. Ze scheurde haar gewaad. En ze brak haar borst. Dan denk je dat ze tegen een muur aanloopt zonder haar neus te stoten. Maar ze brak tegelijkertijd haar gewaad. En daar gaan we weer nog een keer. Heur haar. Je mag niet zeggen haar. Maar heur haar in het Nederlands. Namelijk haar klinkt stom. En heur haar klinkt ook stom. Maar is corrector om aan te geven van het ene is een bezittelijk voornaamwoord. En het andere is een zelfstandig naamwoord. Hoorde ik daar iemand gillen? Zal zo even kijken. Brak ze haar. En ze sloeg op haar borst. In dichtnis palmis. Met de niet verdienende handpalmen. De handpalmen die dat niet verdiende. En wat nog meer. En met de niet verdienende handpalmen. En zij dixit en zij zei. Questa que cum fatis. Questa met terwijl zij klaagde. Cum fatis. Bij de schikgoze godinnen, en dan kom ik daarna wel terug op het geel. Fatum wordt hier gebruikt in meervoud als schikgodinnen, maar ik was toch even benieuwd wat deze gil hier in huis betekende. Dus ik rond dit hier af en ik ga daarna weer verder als ik het hier op orde heb en weet wat die gil was.